In onze laatste ronde is het onderwerp van debat live aanwezig. Dat vereist moed van de spelers, maar al helemaal van onze gast. Mag ik daarom een daverend applaus voor onze live gast van vanavond, Jeanette de Groot. De stelling in deze allesbeslissende ronde is: er moet verplichte euthanasie komen vanaf 75 jaar. Ronald. Er moet verplicht euthanasie komen vanaf 75 jaar. Ja. Ja, ik ben het eens met die stelling natuurlijk. Verplichte euthanasie lijkt me sowieso een oplossing voor heel veel problemen. Het fileprobleem. Linkshandigheid. Cor Bakker. Ja, niet dat ik Cor Bakker dood wil hebben. Dat is, maar ik heb een ideetje voor een baan voor hem, een nieuwe baan. Yes, daar kom ik zo op terug. Nee, ja, ik snap eigenlijk niet wat je er tegen kan hebben, verplichte euthanasie voor boven je 75ste. Hè, ik bedoel, het zijn geen nieuwe mensen, hè? Het zijn oude mensen. Ze hebben 75 jaar lang hebben ze wc's volgepoept. Afvalzakken vol geproduceerd. Mensen er weggelopen, door me heen gepraat. Ja, op een gegeven moment is het wel voorbij, zand erover. Maar eerst verplichte euthanasie. He? Levend begraven worden is voor niemand leuk. Daarom verplicht maken. He? En begeleiden. Met muziek. Cor Bakker, daar kom ik bij. Cor Bakker. Dat lijkt me echt goed. Kijk, als je het een beetje vrijwillig laat, dan is het gewoon, dan blijft het allemaal zo vrijwillig. Dat is eigenlijk niet goed. Je moet gewoon, tenzij natuurlijk er ondraaglijk lijden is, dan willen mensen nog wel eens vrijwillig doen. Maar als mensen nog een heel mooi leven, zoals deze mevrouw hier, ja, dan gaan ze daar niet zelf mee komen. Hè? U gaat daar niet zelf mee komen. En we hebben hier toch alle mogelijkheden in het land, mensen. We zijn zo'n rijk land. Het moet toch mogelijk zijn om met een eind hout, met een roestige spijker, gewoon een einde te maken aan dit soort ellende. Toch? Dat is toch... ik vind het... voor u regelen we iets anders natuurlijk. Het is natuurlijk wel maatwerk. Ja, nee, ik bedoel, je moet toch al... Dat vind ik ook bij verplichte euthanasie, vind ik... je moet altijd de mens blijven zien achter het probleem. Vind ik. Maar ja, Henry zal weer iets anders vinden. Blauw, mensen. Stem blauw. Team blauw. En bij deze ronde is het altijd heel erg fijn dat er dan ook nog iemand is die er een beetje tegenin gaat, die een hart onder de riem steekt. Dus Henry, voor jou ook de stelling: er moet verplichte euthanasie komen vanaf 75 jaar. Wie zijn wij om een mens het leven te nemen? Toch? Wie zijn wij om een mensenleven te nemen? Ik vond het wel een goede zin. Het is niet grappig, maar wel. Het snijdt wel hout, toch? Kijk, voor mannen althans. Ik vind dat we mannen niet op hun 75ste van hun leven moeten beroven. Want ik bedoel, mannen, die moet je veel ouder kunnen zien worden. Waarom? Mannen zijn leuk. Kijk nou bijvoorbeeld Arie Boomsma. Die is natuurlijk heel erg leuk. Wordt het pas. Hij is nu bijna 50. Straks wordt hij 60. Weet je wel, ziet hij er nog steeds goed uit. En dan wordt hij 70. En dan begint het echt af te takelen. Voor iemand die de hele dag aan zijn lichaam werkt, is dat natuurlijk heel erg leuk voor ons om te zien. Ik stel me dan zo voor dat hij dan in zijn verzorgingshuis zit. Als Arie 80 is, weet je wel. Dan zit hij daar nog zo. Oh, oh, 1049. Yeah, right. Twee volle pampers. Zo van. Ah, weet je wel. Lachen, toch? Dat willen we heel graag zien. Ik wil dan ook heel graag nog een keer de tatoeage van Arie Boomsma op zijn rug, van Sint Joris en de Draak. Die heeft hij. Die wil ik dan nog wel een keer zien. Waarschijnlijk lijkt dat dan gewoon op een gesmolten Ankie Vergrunsven op een kale fret. Dus dat is heel erg nodig. Daarom moeten we mensen stokoud laten worden. Kom ik bij u? Voor vrouwen geldt dat niet zo, vind ik. Wat hebben we nog aan vrouwen boven de 29? Ja, weet je wel. Ik bedoel, oude mensen, met wie wil je nou liever in bed liggen? George Clooney of... mevrouw hier. Nee hoor, mevrouw. Ik weet niet zo goed. Gaat dit of gaat het dan kapot? Ik kreeg laatst een rapport van mijn oma. Ik kreeg een gulden. Daar kan je niks meer mee, met een gulden. Het is eurotijd.
Gulden tijd is voorbij. Dat is waar eenmaal. Dus ik ben tegen euthanasie voor boven de 75. Want anders kunnen we niet dit soort fantastische items maken in dit programma. En ik hoop dat u nog lang onder ons bent. En dat u gewoon... Jongens, nog één keer een heel, heel hartelijk applaus voor mevrouw de Groot.